tool gebruiken alleen om onze plaat te pluggen. Nou dat, Hans, dat moet je echt anders zien hoor. Je moet het zo zien, wij maken die plaat. En dat is in God en Watergruwel hebben jullie de première gehad. En als die plaat bekend wordt, wordt ook God en Watergruwel bekend. Want we noemen dat iedere keer. Dat is goed. We noemen dat toch iedere keer? Je hebt het toch gehoord bij Frits Spits, Vincent van Engelen, Henk en wat? Jullie verdienen een redelijke boterham. En Hans, dan moet kijk, je dat niet gaan misbruiken door de bekendheid die je krijgt in zo'n programma. Om die om te zetten in grammofoonplaten. Hans, moet je luisteren. Gebeurt, we hebben toch een percentage afgesproken, Hans. Ja, sorry, daar zouden we het nou niet over hebben. Ja, nee, Hans, je weet best hoe het zit. Ja, inderdaad. Ik weet heel goed hoe het zit. En dat pik ik eigenlijk niet. He? Ik bedoel, als er geld verdiend moet worden, dan die zijn jullie de enige die daar belangstelling voor hebben. Ja, hoe zit dat dan met die carnavalsplaat van jou? Hoe wil je dat dan gaan doen? Dit is Tom Brom trouwens. Zullen we dit gesprek een keertje voortzetten op het kantoor? Want ik vind ik heb een beter voorstel, Hans. We gaan gewoon een keer samen gezellig eten. He, dat is gewoon een wat leukere sfeer ervoor. Ik denk dat jullie dat ondertussen makkelijk kunnen betalen, ja. Nou, doen wij betalen. Nee, oké, dat is geen probleem, Hans. Ik vind eigenlijk niet dat je dat kunt maken, hoor. Dat je... Hans, daar moeten we verder trouwens, hoor. Hallo. Waar ben je dan? We zijn bezig met de productiekosten, met de productiekosten, ja die zijn we ook aan het maken, maar met de productie van onze plaat. Vind je het erg als we dit gesprek afbreken? Dat van we nog een keer terug. Ja. Ja, nee, van de zalig kerstfeest van Brus. Ja, dat moet nog lopen, we zijn een beetje met de promotie bezig Hans, en het is ontzettend te gek hier. Je houdt trouwens al onze lijnen bezet en we verwachten nog telefoon uit Engeland, Duitsland en Brazilië. Oh. Dus, ja sorry hoor. Hans, tot zondag. Dag. Vrijdagmiddag, het kantoor is uitgestorven, de meisjes zijn naar huis. Ik ben als enige een beetje back-off achtergebleven. Maar we zijn nog met de laatste afronding bezig van ons project. Namelijk, we willen kijken hoe het aanslaat bij de mensen. Nou, ik ben hier, Tom is onderweg en ik ga kijken of ik verbinding kan krijgen met Tom... die wat mensen op de straat vraagt wat ze van onze plaat vinden. Je weet wel, Brus, zalig kerstfeest, leuke plaat, moet je kopen. Hey Tom, waar ben je? Kom er maar in, Tom. Tom, kom er maar in. Hallo, Tom. Meneer, mag ik u wat vragen? Kerstplaten, houdt u daarvan? Nee, het geheel niet. Het geheel niet? Nee. De groep Brus, zegt u dat wat? Dat vind ik een leuke groepje. Als er een nieuwe plaat uit zou komen, zou u hem dan kopen? Zonder meer. Zonder meer? Ja. Ik hoop het hopen. Ja. Bedankt. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Ja hoor. Kerstplaten, houdt u daarvan? Ja. Wat vindt u van de groep Brus? Ja, vind ik geweldig. Ja. Mag ik jou wat vragen? Kerstplaten, hou je daarvan? Dit laatste keer is even in de Carpenters, vind ik wel goed. Vind je goed. De groep Brus, wat vind je daarvan? Brush? Brush. Brush? Ja. Nou, ik heb net een LP van, dus ik wel voor een tientje dubbel LP. Zo, dat is een kopie? Ja, dat is zeker een kopie. Oké, okay, bedankt. Ja, niks te zeggen. Ja. Sorry, mag ik jou wat vragen? Wat vind je van al die kerstplaten die uitkomen? Nou ja. Maakt mij weinig uit. Ik bedoel, ik interesseer me er toch niet zo voor, dus... Wat is je favoriete groep? Brus. Wat vind je daarvan? Ja, dat is steengoed natuurlijk. Dat is helemaal te zwingend, vind ik. Als daar een nieuwe plaat van uit zou komen, dan zou je die ook kopen? Ja, dat denk ik wel, ja. Nu ik mijn nieuwe installatie heb, heb ik er weer geld voor, dus... dat wel. Maar ja, goede muziek, daar moet je ook wat voor over hebben, vind ik. Uit willen horen. Oké, okay, bedankt. Oké. Okay. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Ja. De kerstplaten die uitkomen, wat vindt u daarvan? Nou, ik vind ze wel heel mooi hoor. U vindt ze heel mooi? Heel mooi, ja. Wat is uw favoriete muziek? Nou, daar heb ik niet zoveel verstand. Ik heb zelf geen platen. Ik beluister alleen over de radio, televisie. Maar, radio luistert u ook? Radio, ja. En televisie dan, hè. Maar ik heb zelf geen platen hoor. Nee. Maar om te horen vind ik ze wel mooi. Wat vindt u van de... Ik heb van een week die Evi, nou ja, ik weet niet de achternaam. Die zong ook allemaal kerst. Vond het erg mooi. Maar verder, ik heb zelf geen platen, dus... Hallo toch? De radio, Nederlands, ik vind niet dat het verstaanbaar moet zijn allemaal. Dat wel, het liefst wel. Maar ja, het is veel Engels, hè. Ja. Maar dat weet je ook aan. Vindt u van de Nederlandse groep Brus? Ja, dat wel. Maar die, daar luister ik altijd naar. Ja, dat is prachtig. Vind ik het mooiste. Dat vind ik het mooiste, ja. Dank u wel. Ik vind het allermooiste. Dat hij liest, hoor. Hallo Tom? Tom? Hallo Tom? Tom? Nou, er is blijkbaar geen verbinding te krijgen met Tom Brom. Je hebt het gehoord.
Iedereen vindt het geweldig. Als je hem nog niet hebt, even naar de winkel kopen. Dit was de Brommerij Show. Tot de volgende keer. Die met dat leuke koor.